En in Suriname zijn we arm omdat het ons ontbreekt aan de wil om beter en slimmer met elkaar samen te werken. En niet omdat het ons ontbreekt aan natuurlijke hulpbronnen of omdat de natuur wreed tegen ons was. Woorden van president Chandrika Prasad Santokhi in verband met Bhagwa. Het staatshoofd zegt dat het Holi-feest ook wordt gezien als een feest van verbroedering. Wij als Surinamers moeten volgens de president kracht putten uit het Holi-feest om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van ons land. We moeten meer gebruik maken van elkaars sterke kwaliteiten. Het Holi-feest staat niet alleen symbool voor eenheid en gelijkheid, maar ook voor de overwinning. Het is een triomf van het goede op het kwade, van tegenspoed naar voorspoed, van verdriet naar vreugde, van vooruitgang op achteruitgang, van welvaart op armoede en van ontwikkeling op vernietiging. Holi verbroedert, Lobby Brada Nangasisa. Aan de vooravond van het Holi-feest roep ik u allen daarom op. Laat u inspireren en motiveren om die eenheid op te zoeken. Dit om zodoende maximale bescherming te bieden aan u, uw familie en anderen met wie u in contact treedt. Gezien de COVID-pandemie adviseer ik jullie zoveel mogelijk massafeesten te vermijden en de protocollen in acht te nemen. De president wil dat we als burgers van Suriname dit feest aangrijpen om alle verschillen die er bestaan tussen individuen en groepen voor altijd achterwege te laten. We moeten juist zoeken naar de overeenkomsten die ons bij elkaar brengen om zo te groeien naar een echte natie. Wat wij hard nodig hebben in ons land. Landgenoten, dit feest wordt eveneens geïdentificeerd als een festival van de landbouw, goede oogsten en het vruchtbare land. Geluk, vreugde en vrolijkheid zouden in ieders leven nieuwe kracht en energie moeten brengen. Het is eveneens een viering van leven en goedheid om de geest van broederschap te versterken en de vriendschapsbanden tussen ons te verdiepen. Laten we samen ernaar streven de vriendschapsbanden te behouden en te versterken. Broeders en zusters, laat dit festival de barrières doorbreken die ons verdelen en laten wij ons verenigen in de zoektocht naar gedeelde welvaart, vrede, vooruitgang, harmonie, saamhorigheid en vreugde. Het Holi Festival houdt ons levendig en het is iets wat ons hart raakt. Hoewel deze COVID-pandemie het Holi-feest dit jaar nog steeds beïnvloedt, wil de president dat we met veel meer vertrouwen naar de toekomst kijken. De regering heeft een pad van herstel, stabilisatie en groei uitgezet. En Santokhi is als president ervan overtuigd dat we een goede toekomst tegemoet gaan. En dat zover dan onze verslaggeving omtrent Holi. Sjoep Holi vandaag.